We zijn vandaag aan de rand van het stadje Steenwijk. Dat ligt in de kop van Overijssel. En daar tussen de bomen en vogels woont in deze bungalow AZ's clubtopscorer Kees Kist. We kijken in jouw bungalow. Het is echt een voetbalbungalow. Ja, zoiets zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ik heb natuurlijk toch wel mijn dingetjes en mijn prijsjes hier bij me. En als je dan hier een beetje binnenkomt, dan denk ik inderdaad, ik ben in het huis van een voetballer. Topscorer natuurlijk, all-time topscorer van AZ. En dat is ook wel hier te zien, hè? Ja, dat kan je zien natuurlijk aan de gouden en zilveren schoenen die daar in de kast staan. En ik ben natuurlijk, mijn leven is voetbal en ik ben nog steeds een en al voetbal. En nog steeds een en al AZ'er natuurlijk. En deze echte AZ'er zoeken we op omdat de Alkmaarden zaterdag op bezoek gaan bij Heerenveen. En ook voor die club speelde Kist tijdens zijn carrière. Ja, dat is een hele bijzondere wedstrijd natuurlijk. Kijk, ik heb 1 jaar ben ik begonnen bij Heerenveen, dat zei al, met betaald voetbal. En daarna ben ik na 1 jaar dus door AZ, door meneer Molenaar, ben ik dus weggekocht. De eigenaars toen? Ja, en daar heb ik natuurlijk 12, 13 jaar gespeeld. We zijn kampioen geworden, ik heb 3 keer de beker gewonnen. En gewoon vandaar ook mijn AZ-hart. Maar aan de andere kant heb ik ook een Heerenveen natuurlijk, waar ik begonnen ben. En waar ik ook een hele mooie tijd gehad heb eigenlijk. Ik ben er begonnen en ik ben er later op een gegeven moment, het laatste jaar, ben ik nog even terug geweest. Zo, nou hier heb ik dan nog een hele leuke collage. Waar dus mijn hele carrière op staat, vanaf het begin tot het einde, zeg maar. De Heerenveen, AZ, Paris Saint-Germain, Mulhouse, Nederlands elftal, topscorer van Europa. En, ja, de gouden schoenen. En de gouden schoenen. Dus ja, alles staat hier eigenlijk op. En wat was jouw sterkste punt als spits, als voetballer op het veld? Ja, op het veld was denk ik dat mijn sterkste punt was mijn schot. Die ging hard, hè? Ja, die ging heel hard. En op een gegeven moment kon ik ook heel makkelijk de bal onder mij vandaan laten vertrekken. Kees kan eerst, is de eerste kans om te schieten en het is plomdraak. En ik had ook het vermogen natuurlijk om heel snel, vooral binnen de 16 meter, op korte draaien en dan op de goal te schieten. Paasje op Boadou is goed, het doelpunt is daar. In het huidige AZ is Maiwan Boadou de nummer 9. Kist is onder de indruk van de jonge puntspeler. Ik vind gewoon dat Boadou gewoon heel veel kwaliteit heeft. Heel veel neus voor de goal heeft. En binnen de 16 is hij natuurlijk meedogenloos. Alleen, ik zou hem nog wat scherper willen hebben. Maar dat zouden ze misschien allemaal wel willen. Maar ik zou een Boadou willen hebben die nog iets fanatieker was en die nog op een gegeven moment zei van nou, en dit is wat ik doe. En dat is goals maken. Misschien doet Boadou dat zaterdag weer in Heerenveen. Kist is daar uiteraard bij. Op de tribune zit hij dan als rapporteur voor de Telegraaf. Zit je nou vrij rustig op de tribune of ben je dan heel meelevend? Nee, ik zit vrij rustig en ik analyseer dat en ik zie dat. En er zijn wel eens mensen die zeggen van nou ja, maar luister, dan ben je bevooroordeeld. Nou, absoluut niet, want ik heb bij beide clubs gespeeld. En de beste die moet gewoon winnen en de beste speler die komt er vanzelf boven drijven.